Rajiv Hiralal is op het Wereldcongres van de Junior Chamber International JCI in Amsterdam gekozen tot International Vice President 2018. JCI Suriname is een organisatie die ontwikkelingskansen creëert voor jongeren tussen 18 en 40 jaar. De laatste keer dat het Suriname is gelukt een plaats te bemachtigen in het internationale bestuur van JCI was in 2007. Volgens Hiralal heeft hij hard zijn best gedaan om gekozen te worden. Ik wil de Suriname zo goed mogelijk uitdragen en daarom zijn wij voor de volle 100% voor die positie gegaan, zegt Hiralal. Waar ik ook was, ik mijn bezoeken, ga ik nog altijd het Suriname gevoel proberen te brengen. Want uiteindelijk ben ik de visitekaartje voor dat moment. Een aantal mensen hebben weten niet waar Suriname is. Dus dat moment ben ik de first person of contact. Dus ik moet een heel goede indruk hebben van, hey, mama, deze Surinaamse heeft wel iets in zich. En ik wil ze natuurlijk mijn best doen om ook naar Suriname te halen. Van, hey, visit and experience the paradise, the great experience. Want dat hebben we wel. We hebben zo'n rijke ervaring, rijke cultuur, rijke zoveel dat we aan de wereld kunnen aanbieden. We are the most fortunate country on earth. Dat zeg ik altijd. I'm Rajiv Hiralal and I come from the most fortunate country on earth. Volgens Donaghy Malone, national president van JCI Suriname, is de organisatie er trots op dat Hiralal deze functie heeft bemachtigd. Malone zegt dat Suriname hiermee een weg is ingeslagen waarbij meerdere leden de kans zullen krijgen om internationale functies te bekleden. Eigenlijk niet alleen internationaal, maar ook gewoon nationaal te zien van hey, er is een bepaalde carrière die ik kan inzetten in de organisatie. Ik kan groeien en zo kunnen we verder gaan om op internationaal niveau meerdere functies te bekleden. En ik zeg het altijd, wie weet, komt er ooit eens een GCI-president vanuit Suriname. Wat betekent het voor studerende mensen? Wat betekent het voor werkende mensen? Ik zeg altijd, aansluiten bij een organisatie, naast je school, naast je werk, is heel belangrijk. Omdat je sommige dingen niet met je meekrijgt binnen de schoolbanken of binnen je werk, om het zo te zeggen. En JCI, maar zo zijn er ook andere organisaties die heel belangrijk zijn om die stimulans te bieden voor jonge mensen om te groeien. En wanneer je eigenlijk groeit binnen zo'n learning proces, dan zie je van hey, dit wist ik niet, dat wist ik niet. En ik zei het al, ik wil het nogmaals benadrukken. De dynamiek van de organisaties tegenwoordig zijn zo in elkaar gesteld dat je willen of niet willen, met challenges te maken hebt. En daaruit leer je. Donaghy Malone, National President JCI Suriname. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie in verband met de verkiezing van Rajiv Hiralal tot Vice President van JCI International. De persconferentie is gehouden in de vergaderzaal van het VAT.